Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie een home tour geven van mijn huis. Ik kwam er vorige week achter dat ik hier alweer een jaar woonde en ik heb toen gezegd ik ga nog een home tour doen. Maar ik ben in dat jaar eigenlijk super druk geweest met het huis helemaal af te maken. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is nog steeds niet af, want de ideeën in mijn hoofd die blijven komen. Oh, dit vind ik nog leuk om in huis te doen of dat. Maar dat duurt gewoon allemaal best wel lang. Dus vandaar dat ik heb besloten om nu gewoon de home tour te gaan opnemen. En ik vind het zelf ook wel leuk. En volgens mij vinden sommige mensen het ook wel leuk om te zien. Dus ik dacht, hoe leuk is dat? Ik vind dit soort video's zelf ook altijd heel erg leuk om te kijken van andere mensen. Dus ik dacht, tijd voor een home tour. Ik zal bij sommige dingen ook eventjes zeggen waar ik iets vandaan heb. Mocht je iets zien waarvan je denkt, goh, dat vind ik echt super leuk, waar heb je dat vandaan? Mag je dat altijd even in de comments laten weten als ik het niet heb vermeld. Dus ben jij benieuwd hoe mijn huis eruit ziet, zou ik zeggen, kijk gezellig even mee met deze home tour. We beginnen bij de voordeur. Dit is mijn voordeur. Ik heb hier een hele overkapping nog hiervoor, dus dat is wel heel erg fijn. Ik heb een bovenwoning en daar zie je de trap naar beneden, zodat ik naar beneden kan. Ik heb een glaasje in mijn voordeur en hier heb ik dus plakplastic opgeplakt, zodat je niet gelijk mijn hele woonkamer of mijn hele gang in kijkt. Dus dat vind ik wel fijn. Ik heb hier ook een matje liggen. Hier gelijk naast de voordeur zit de meterkast. Die kan helaas niet dicht, want ik heb hier mijn internetsnoer, want hier hangt een kastje van de glasvezel. Ik heb hier ook mijn emmers in staan om schoon te maken. En hier komt ook een stekkerdoos uit, omdat ik die nodig heb voor mijn vriezer. De spiegel hing er trouwens al die hierop zit. Voor mijn voordeur zit trouwens ook een gordijn. Die heb ik normaal altijd dicht zitten. Maar die heb ik nu dus even open gedaan voor het licht. Hieronder heb ik een verwarming staan. En hieronder staan gelijk het kattenvoer en het drinken. Want die moeten ook een plekje hebben. Hier heb ik een fotolijstje hangen. Die komt van de IKEA met een quote van de Action erin. Dat zijn van die posters en die kun je er dus zelf in doen. En hier heb ik een sleutelplaatje hangen. En hier hangen dus mijn sleutels aan. Ik heb maar één paar sleutels dus. Maar dat vond ik wel leuk. Dan heb ik hier mijn kapstok hangen. En hier hangt eigenlijk van alles aan. Mijn zomerjas, mijn winterjas, mijn leren jasje. Dit kapstokje komt trouwens van de Action. Die heb ik echt heel erg lang geleden al een keer gekocht. Misschien dat ik hem ooit nog eens een keer ga vervangen. Maar ik had nu geen andere. Ik dacht, ik wil wel een kapstok. Hier heb ik ook een paraplu hangen. En wat van die opvouwbare tasjes. Aangezien je die tegenwoordig nodig hebt. Hier hangt dan ook weer een schilderijtje. Die komt van de Action met ook weer een quote erin. En hier staat de kattenbak, de roze kattenbak met een dingetje eronder. Zodat het knoeien wat minder wordt. Hier heb ik een grote spiegel. Deze is van de IKEA. En deze kun je zowel in de lengte als in de breedte hangen. En dat zul je straks kunnen zien. Hij hangt nu in de lengte, maar ik heb er ook nog eentje hangen in de breedte. Hiervoor staat mijn stofzuiger en het kattengelid. Ik heb hier helaas nog geen andere plek voor. Ik vind dit niet optimaal, want ik kan zo nog niet echt heel fijn in de spiegel kijken. Met outfits bijvoorbeeld. Maar ja, voor nu is het gewoon even niet anders. Dan heb ik hier mijn vriezer staan. En daarop staat een combi-magnetron die ik van mijn moeder heb gekregen. Met een kat erbovenop, wat niet zo heel erg fijn is. Maar ja, het is niet anders. Hier heb ik dan een raam met plakplastic. Misschien kun je het zien, hij is een beetje nat. Ik heb het plakplastic net weer omhoog gedaan, want hij komt steeds naar beneden. Hij blijft niet goed hangen. Dus misschien dat ik daar nog een keer ander plakplastic voor moet hangen. Hier heb ik een kast staan van de IKEA. Dit is een malmkast met daarop een brandertje. Van de kruidvat en twee brandertjes die ik cadeau heb gekregen. Hier heb ik ondergoed, sokken en mijn fotografie spullen in. Dan heb ik hier een zo'n lightbox hangen waar je op kan schrijven. Er zit ook licht in, volgens mij zitten er geen batterijen in. En hier hangt dan weer een schilderijtje. Deze is dan van de IKEA met weer zo'n quote. Dan is hier mijn zolder, die ga ik jullie ook even laten zien. Maar die is niet heel netjes. Dus dat is even de waarschuwing vooraf. En het is daar best wel donker. En ik heb hier trouwens een lampje hangen van Leenbakker of Quantum. Weet ik niet meer precies. Ik heb even de trap naar beneden gedaan. Het is gewoon een vliezotrapje. En we gaan daar nu eventjes op. Als ik al zei, het is super donker. Dus die ga ik even
aandoen. Hier staat gelijk een kastje. Dit wordt heel lastig, dat gaan jullie niet kunnen zien. Met daarop mijn grillplaten en dingetjes om te fonduen en dat soort dingen. Hier zitten vooral wanten in. En ik heb hier ook sjaals in zitten. En hier hangt mijn strijkbout. Dan heb ik hier een deur. En daar zit een kamer achter. Het eerste wat je ziet is een schoenenrek. Deze komt van de Lidl en hier heb ik dus al mijn schoenen aan hangen. Mijn strijkplank staat hier. Ik heb hier mijn klokje hangen en voor mijn blog heb ik hier een schilderij hangen die een beetje scheef hangt, zie ik. Dat was niet helemaal de bedoeling. Oké, dan heb ik hier een rekje hangen. En hier hangen petten aan, een sleutelhanger en een tasje waar je je telefoon in kunt steken. Dan heb ik hier mijn kledingkast. Ze kunnen helaas niet helemaal goed meer dicht, omdat sommige die hebben een beetje... Dit hangt los, dat krijg ik niet helemaal goed meer vast. Dit zat er trouwens al in. En daarbovenop heb ik vooral handdoekjes, theedoekjes en spullen om te dweilen. Mijn oude blog logo staat hier ook nog op. En hier heb ik schoenen dozen op staan. En dit is dus allemaal kledingkast. Dus dat is echt super fijn. Ik heb echt super veel ruimte. Ik kon echt alles goed ordenen. Dus daar ben ik heel blij mee. Er staat hier nu ook nog een wasmand die ik moet legen. En daar staat ook nog een wasmand. Heb ik hier weer een kast van Ikea. Hier staan knuffels op. Vind ik wel heel erg leuk. En in deze kast heb ik vooral nagelspullen en gezichtsspullen staan. Nog een bakje. En hier zit ook nog make-up in voorraad. En hier ook nog allemaal nageldingetjes. En dan heb ik daar een prullenbakje. Dit is mijn bureau. Ik heb hier nog niet heel veel aan gedaan. Ik heb hier een organizer op staan. Pennen vooral. Ik zie hier wat markers. Dit is een theedoos. Hier zit thee in. Die gebruik ik ook wel voor foto's. Maar die kan ik in de keuken helaas niet kwijt. En ik wil niet dat die kapot gaat. Hier heb ik mijn Blond Amsterdam bakje. Ik heb hier nog wat cd's. Een ventilatortje die je aan je laptop kan aansluiten. En een lampje. En daarna staat de printer. Hier heb ik mijn bureaustoel. Maar hier staan dus nu de kussens op. Want die kan ik momenteel niet neerzetten. Want dan gaan de katten daar op plassen. Dan heb ik hier perspakketjes staan. Hier heb ik voorraad staan. Hier zit vooral verzorgingsspullen in. Hier heb ik ook nog een laadje of een kastje staan met vooral producten voor het gezicht. Ook wel wat nageldingen en voor je voeten en allemaal verzorging. Daarbovenop ligt ook nog een aantal spulletjes. Hier heb ik hier kun je normaal in zitten. Maar dat doe ik niet. Ik heb hem nu eigenlijk meer voor de sier hangen. Omdat ik hem graag wil ophangen. Dit hangt niet heel stevig. Ik durf er niet in te gaan zitten. Want ik ben bang dat hij naar beneden komt. En hij is ook te hoog. Zoals je kan zien. Hier heb ik een krukje staan. Met een teddybeer die ik van oma heb gekregen. Een kussentje. En daaronder staat mijn voetenbadje. Hier heb ik een rek staan met mijn tassen. Waar ik heel erg blij mee ben. Vond ik heel erg leuk uitgestald. Ik heb hier trouwens ook een lampje. Die is wel heel erg leuk. Kijk. Die geeft een heel leuk lichtje. Die komt van de Ikea. En in de Ikea hadden ze dan bijvoorbeeld een plaatje achtergehangen van iemand waar je een crush op hebt of zo. Nou ja, dat is bij mij niet nodig. Hier heb ik een hanger. Hangen met de naam van mijn blog. Want het is eigenlijk de bedoeling dat ik hier ooit mijn video's wil gaan opnemen. Maar ik heb daar nog niet voldoende producten voor het licht. Hier heb ik een hele leuke lamp hangen. Dit is de lippenlamp van de Hema. Licht komt niet helemaal goed over. Hier heb ik de schilderijtjes hangen die Nathalie voor mij heeft gemaakt. Super leuk. En hier staat ook mijn wasrek. En hier heb ik ook nog weer voorraad staan. Dus dat is eigenlijk deze kamer vooral. Hier. Dit is ook vrij donker. Daar staat gereedschap. Ik heb hier even cola en wat voorraad staan. Dit zijn echt mijn voorraad. Kasten, zeg maar. Hier kan ik helemaal niet staan. Hier heb ik dus alles staan wat ik in voorraad heb. En dat vind ik zelf heel fijn. Er staat nu ook een paar dozen. Die moeten nog weg, want ik heb spullen van Ikea in elkaar gezet. Hier bewaar ik mijn flessen in. En hier staan nog dozen die ik nog allemaal een keer moet uitzoeken. Dan heb ik hier ook nog een kamer. Ja, hier staan trouwens nog wat zomerspullen. Dit is echt een bende. Deze moet ik gaan opruimen. Maar dit is ook nog een vrij groot hok. En hier heb ik vooral tasjes hangen. Boodschappentassen liggen hier. En vooral heel veel troep wat ik op moet gaan ruimen.
Dus dat is even dat hok. Dan is dit mijn zolder. Nu zie je trouwens dat kastje ook beter. Die ik dus als eerste liet zien. Met de spulletjes die erop staan. Dan gaan we terug naar beneden. Dat is altijd een beetje een dingetje. En dan gaan we door naar de douche. Want vanuit mijn gang gaan we door naar de douche. Deze kun je op twee manieren bereiken. Ik zal even de deur dicht doen. Hier heb ik een ding hangen met allemaal geurtjes en ja, pakketjes, zeg maar. Die ik gewoon van die cadeauverpakkingen staan hier. Mijn radiator met mijn handdoek erop. Ik heb hier een prullenbakje staan. Dit is het toilet. Die zit in de douche. Dat vind ik zelf niet heel erg fijn. Omdat als je gedoucht hebt, wordt je wc-papier best wel vochtig. Dat is niet anders. Dan is dit mijn wasbak. Met ja, zeep en dingetjes om jezelf schoon te wassen. Hier staan vooral spullen voor tandenpoetsen. Deodorant, dagcreme en wattenstaafjes. En hier heb ik dan ook nog weer een grote spiegel. En hieronder staat dus ook weer zo'n... ja, hoe noem je dat? Zo'n kastje met wat spullen erop. Dit hoort trouwens allemaal bij één. Er is er nog één, die wil ik nog een keer halen. Dan kom ik hier. En hier heb ik dus ook weer zo'n kast staan. Hier staan vooral wat handdoeken, haarspullen. Spullen voor lenzen, haarhanddoeken, washandjes. Handdoeken en spullen om te douchen. En hieronder staat mijn weegschaal die het niet meer doet. Maar is wel super schattig. Hier heb ik een prullenbakje staan. En hier staat de wasmand. En dan is dit mijn douche. Daar hangt hier een douchegordijn voor. Hier hangt ook, staat ook een paal. Een rek. Maar die staat niet helemaal goed. Maar hier kun je dus douchespullen inzetten. Maar hij klapt steeds naar beneden. En hier hangt mijn doucheradio. Dus dat is wel heel erg fijn. En ik heb een snorre douchegordijn. En daar zit dan nog weer een deur die naar de slaapkamer gaat. Maar die gaan we zo meteen bekijken. En hier hangt nog weer zo'n spiegel van IKEA die twee kanten heeft. Dus dat is dan eigenlijk de douche. En dan zijn we weer terug in de gang. Dan komen we in de woonkamer terecht. Ik heb hier in de hoek mijn bank staan. Die is niet meer heel erg mooi. Die is aan vervanging toe. Maar ik heb nu niks anders. Dus daar ben ik nog mee bezig. Daar heb ik het schilderij set hangen van de Aldi. En hier heb ik een lamp staan van IKEA. En daarboven hangt mijn foto met Angela Schijf. Hier heb ik één raam en hier heb ik voor het raam op de vensterbank heb ik een kleedje liggen voor de katten en twee potjes met planten. Ik heb hier ook nog een dingetje liggen op de bank voor de katten. Hier hangt nog een kattenmandje ook. Hier staat de krabpaal die eigenlijk er niet meer uitziet. Die ik even opnieuw moet gaan bekleden. Dan heb ik hier een tafeltje staan van krukje van de Action. En hier hangt mijn modem. Hier hangt mijn televisie. Sommige mensen vinden hem te hoog hangen. Ik vind hem goed. Daarboven hangt een letterbox. Waar je zelf tekst in kunt maken. En die kan dus wel aan. En dat ziet er dan zo uit. Superleuk. Daar in de hoek heb ik een lampje hangen. En hier zit een tijdschriftenmagazine. Een tijdschriftenhouder. Met vooral tijdschriften van GTST erin. Dit is mijn televisiekastje. Hier staat een verfrisser op. Weer een dingetje met tekst. Zeg maar een... schilderijtje, een fotolijstje met tekst. Ik heb hier de datum die niet meer klopt. Die zal ik gelijk even goed zetten. Daar kan ik heel slecht tegen. Natuurlijk wil dat niet als je het snel wilt doen. Zo, nu staat hij goed. Hier heb ik een dingetje liggen. Daar komt dus licht vandaan achter de televisie. Jullie zien dat nu niet. Maar aan de zijkant zie je dus dat de lichtjes branden. En die kun je in verschillende kleuren zetten.
Ik heb hier vooral afstandsbedieningen liggen. En hier hangt een afstandsbediening. Hier kan ik al mijn lampjes in één keer mee aandoen. Hier staat mijn Apple TV. Daar kun je mee streamen. En het boxje voor mijn televisie. En mijn huistelefoon. En dit kastje komt van de IKEA. Die kun je zowel recht als rechtop zetten. En hier staan ook bakken in van de IKEA. Met vooral... Ja, wat heb ik hierin zitten? CD's, DVD's, dat soort dingetjes. Hier heb ik mijn tafeltje staan. Komt ook van de IKEA met een lopertje erop van de IKEA. En hier staat een bak met onderzetters. Ik heb hier wat medicijnspullen. Nou ja, hier meer wat pilletjes voor vitamines en zo. En een potje met drop. Deze heeft 2 verdiepingen. Dan komen we bij de eettafel aan. Deze eetset komt ook van de IKEA. De stoelkussentjes ook overigens. En hierop staat een brandertje van de kruidvat. Daar hangt mijn klok, iPhone klok. Ik heb hier een schilderijtje hangen, een lampje en hier hangt mijn box. Daar kun je dus ook box schilderij, daar kun je zelf tekst op maken van de Action. Hier hangt mijn lamp, mijn zelfgemaakte tegeltje die ik heb mogen ontwerpen. En hier staat mijn gordijn, want die heb ik ook nog. Dan heb ik hier zeg maar een dingetje staan, Home Without a Cat is Just a House. En hier staan mijn boeken en daarboven hangt een schilderijtje van Flikker Maastricht. En dan heb ik hier aan de zijkant staat dus nog mijn dressoir, wederom van de IKEA. En hier zie je dus die spiegel dat die in de breedte hangt. Hierop staan potjes, deze zijn van de Action, deze is van de HEMA. Hier heb ik zelf lampjes ingemaakt. Ik weet niet, kijk, ze doen het nu niet zo heel goed meer, maar dat is perfect. Die komt ook van de Action, dit is ook allemaal Action. Mijn lightbox van de HEMA en hetzelfde plantje. En hier heb ik vooral administratie in mijn knutselspullen en dat soort dingetjes. Aan de deur hangt nu mijn wasrekje, want die had ik eerst buiten hangen, maar dat is nu niet zo top. Dus daar droog ik momenteel mijn was op. En hier staat een box waar Mickey altijd in eet, dat is een van mijn katten. Die wil niet meer buiten dit hokje eten, dus ik heb hem maar laten staan. En dat is dus mijn woonkamer. En hier hangt nog een... Rekjes eraan met allerlei spulletjes die ik leuk vind. Dus eigenlijk dit komt van de diepe overigens. Gaan we door naar de keuken. Nou, dit is mijn keuken. Ik heb hier gewoon mijn aanrecht en zo. Er staat zeep en dat soort dingen. Ik heb ook keukenkastjes, vond ik wel heel fijn. Er staan mijn borden, mijn glazen, mijn mokken in. Hierbovenop staan nu eventjes een pot, mijn olie en wat koffie die ik niet kwijt kon. En hieronder heb ik ook gewoon nog kastjes, dus dat is super fijn. Hier staat nu even een boodschappentas, die hoort je eigenlijk niet. De oude papierdoos heb ik hier staan. Hier hangen mijn handdoekjes en mijn overhandschoenen. Of overhandschoenen, ja, volgens mij, nee, dat noem je helemaal niet zo. Hoe heet het ook alweer? Nou ja, je kunt het gebruiken om je niet te verbranden als je je pan afgiet. Ik weet even de naam niet. Dit komt allemaal van de Action, deze spulletjes. Hier heb ik een rekje hangen en hier heb ik gewoon wat gebruikersspullen aan hangen die je gewoon nodig hebt met koken. En hier hangt mijn tekst van AliExpress. Hier heb ik een bord hangen en hier kun je dus op plannen, maar ik heb hier nu vooral een dingetje aan hangen van de snackbar. Een spaarkaartjes, dat soort dingen. Hierboven heb ik een rekje en hier staan dus mijn kruiden allemaal op. Super handig. Dus dat vind ik ook wel heel erg fijn. De prullenbak en hier heb ik een kastje staan met de pasta spulletjes, keukenrol, servetjes, rietjes, een bak met vaccinelichtjes. Hier kunnen mijn Pulsdos custardcupjes in, koektrommel en dit is mijn medicijn. Mandje. Hier staat mijn koelkast, zeg ik. Nee, ja, die staat hier trouwens, de koelkast. Met een magneet met mijn eigen naam. Hier staat mijn kookplaat. Er staan nu eventjes wat lege bakken die nog weg moeten. Een glas cola, want mijn katten die nog wel eens omgooien. Hier staat mijn Senseo, mijn airfryer. En hier staat mijn wasmachine. Hierboven heb ik een plank hangen en hier staan mijn wasmiddelen op. Ik heb hier snijplankjes op staan.
de waterkoker en mijn Dolce Gusto. Want dit gebruik ik niet dagelijks. Dus dat heb ik nu op deze plank hangen die van IKEA komt. Dus dat was mijn keukentje. Dan gaan we naar deze deur en dit is mijn slaapkamer. Hier staat mijn bed. Dit bed komt van de Quantum. Ik heb hier mijn nachtkastje staan met een lampje. Hier kun je trouwens ook je wekker opzetten met een iPod, maar dat moet wel een oude aansluiting zijn. Want daar moet dus wel echt zo'n aansluiting aan zitten. Hier heeft de iPod ook en nog een wekkertje. Hier hangt een bord waar ik mijn Polaroids aan hang. En hier hangen twee schilderijen van Flikker Maastricht, omdat ik bij de fandagen ben geweest. Hier heb ik een kast staan en hier zitten sieraden in. Sieradenkast. Hij zit nu dicht, maar ja, deze komt van de Xenos. En hier heb ik weer een schilderijtje van IKEA met een quote erin. Dan heb ik aan de deur heb ik zo'n haak hangen met badjasjes. Hier staat nog wat voorraad. Ik moet het nog gaan opruimen, want ik ga mijn nieuwe kast nog inrichten. Hier hangt ook zo'n dingetje met Sweet Dreams. Kan die aan? Nou, hij kan dus wel aan, maar ik vind het gewoon vooral leuk omdat het in de slaapkamer is. Hier staat mijn nieuwe kast. Dit is een Alex kast. Deze ga ik dus nog inruimen. Want er ligt nu nog veel troep op. Dit is even het oplaadkabeltje van mijn doucheradio. En dit schilderijtje van de Action. Mijn nagellakrek hangt hier. Mijn beautyboeken. De wasmand die overstroomt. En dit is mijn make-up hoekje. Er staat nu best wel wat make-up op met een lader in. Super fijn. De spiegel komt van de IKEA. Deze bakjes ook. En dit is allemaal van Real Techniques. Deze kaptafel komt van de Quantum trouwens. En deze heb ik zelf zwart gemaakt, want deze was gewoon wit. Nog weer een schilderijtje. En ook mijn fijne lampen, die ik trouwens nu niet doe, want ik heb hier geen stekker aansluiting. Ik moet nog wat op verzinnen. Mijn krukje waar ik dus mijn make-up aan doe. Hier staat nog een kastje. Ik weet niet precies welk merk dit is. Hij komt van de IKEA. Mini stolpje, daar wil ik nog wat mee doen. Afgeruide paletjes. Nou, dit zijn wat handcremes en zo. Een tissuehouder. Hier hangen mijn tangen en mijn parfums. Geurtjes hangen hier. Dit zijn twee kasten op elkaar. Twee Alex-kasten die hebben we op elkaar gezet. Hij staat nu een beetje scheef. Ik moet hem eventjes verschuiven, zie ik nu. Een spiegel staat hierop en hierachter nog meer paletten en ook nog een tang ligt hier. Hier heb ik gewoon wat dingen staan. Dit is zo'n grappig dingetje met zonlicht gaat hij bewegen. Een aatje, een kaars, mijn mini open haartje, nog een kaars en nog een plantje. Dan heb ik hier nog een nachtkastje staan en hier staat een kussen op die ik heb gewonnen. Deze lamp van de Action. Ja. Dus dat. En dan heb ik hier nog een plankje hangen met een quote hierachter. Een aatje. Nog een stolp. De foto die ik samen met Nathalie heb gemaakt op het station. En mijn Instax-camera. En dan heb ik hier zeg maar nog een krukje staan. En daar heb ik dus nu even mijn spullen op liggen voor de laptop. En wat liggen wat dingen hier op bed. En mijn tas staat hier. Ja, dat is eigenlijk dan de slaapkamer. Die moet ik nog even gaan opruimen, maar goed. En dan via deze deur kom je dus weer in de douche. Eigenlijk zoals ik al vertelde. Dan was dit alweer mijn home tour. Ik heb geprobeerd het zo goed mogelijk voor jullie te filmen. Ik weet niet of alles helemaal duidelijk is geworden. Maar het is soms een beetje lastig. Omdat niet alles heel erg breed is, zeg maar. Dus sommige dingen zijn best wel smal om het dan helemaal duidelijk te filmen. Ik vond het zelf wel heel erg leuk om te doen. Dus ik hoop dat jullie nu een beetje een kijkje hebben in mijn huisje hoe het eruit ziet. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. En misschien heb je zelf ook wel eens een home tour video gemaakt. Mag je het linkje zeker achterlaten in de beschrijving. Want zoals ik zei, ik vind dit soort video's altijd super leuk om te kijken. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Als je nieuw bent op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Als je dan even op het belletje drukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. En vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!